de Haan, die heeft een geweldige staart. Postma zit daar ook vlak aan de bij. Postma aan de bovenkant. De twee groene machines zijn weg. De Haan en Postma. En eens even kijken, is dat Draxma die er op de blauwe machine zit? Volgens mij wel. Volgens mij wel. Maarten Draxma gaat nu naar de vierde positie. Op die blauwe machine. Even kijken, is het de 72 van Robin Daan. Ja hoor, Robin Daan. Achtervolgd door Nijenhuis. En wat gaat het alweer stuiven, jongens? Het gaat stuiven. Ben van der Laan, nummer 28, is onze laatste man in deze eerste heat, denk ik, van de manche, moet ik het zeggen, van de ST2B-groep. Maar de Kawa's voeren het veld aan. Onder leiding van de En dan gaat hij Nijenhuis duiken naar binnen, want Draxma ging iets te ver naar buiten en ook dat gevecht om die tweede plaats. Oh, wat mooi, de Kawa die staat onder hevige druk. Het is natuurlijk Postma die onder druk staat en dan gaat hij, dat lijkt niet te verliezen, maar we zullen het zien. Robin Daan met de gegeven. Achtervolgd door Dennis ten Hoeve. Kramer en als laatste nog steeds de 28 van Ben van der Laan. Maar we zijn nu in de laatste ronde en we zien dat Zandbergen het de kop overgenomen heeft ten koste van de deed. Twee Kawa's en we gaan naar de finish. Is het Zandbergen die het houdt? Ja, ja. Postma in de haast. En dat is Nijenhuis. Marco Nijenhuis gaat daar iets te ver. Ja, Nijenhuis zit dan nog steeds op een goede positie. Volgens mij zit hij nu op de derde positie. We gaan eens kijken hoe zich dat ontwikkelt hier in deze klasse, de STC. Helemaal achteraan is de 28 van Ben van der Laan. Daar aan de voorkant blijven de heren stuivertje wisselen. Iets te ver naar buiten en je gaat staat bijna stil. Dus het is daar schuift iemand probeert daar naar binnen te komen. Nog steeds die Kawasaki. Daarachter hebben we een hele groep die voor mij en nog steeds de 28 in het gevecht met Jesse Kamer. Het lijkt erop dat Nijenhuis rustig aan doet en de 7 afwacht dat die twee kempen aan de bodem gaan doen. Terwijl Zandberg denkt dat hij gaat veel ver naar boven en ik zie dat hij een keer naar binnen duikt, dan heb je kans dat hij er voor bij kan. Maar de Zandberg die zeer goed de weg weet, hier kunnen we wel tellen, want hij gaat toch een afstand. Zandbergen en ook voorbij is Robin Daan. Maar het is Zandbergen en Robin Daan die daar goede zaken doen. Zandbergen al twee keer winnaar van deze manches. Dus die weet wel hoe die starten moet, dat is wel weer bewezen. Het gaat beduidend beter dan in de profietsklasse. Dus hier heeft hij de boel goed onder controle. Zandbergen, opstap. Daarachter hebben we de 111 van Maarten Draxma op een vijfde positie. Helemaal achteraan is het Kramer met Ben van der Laan. Die gaan uitvechten wie de rode lantaarn heeft in deze derde man. Aan de voorkant nog steeds Zandbergen die daar komt weer weg te komen. Dat Talsma daar zijn best doet om voorbij te komen aan Jappie Renkema. De twee Kawasaki's in de achtervolging daar op rond de Zandbergen uit Steenwijkerwold. Met zometeen als ze over de startfinish gaan nog één ronde weer aan.
7, Talsma op 8. Ben Hoeven. En dat is de laatste plaats, Ben van der Laan met de nummer 28. Dat gevecht daar rond die tweede plaats. Die tweede plaats, dat is nog niet gedaan, dat wordt beslist op de meet hoor.